Wij zijn de flatwachters van deze buurt, van de blokken noemen ze dat hier. En wij zijn met 6 man, de 3 anderen die zijn bezig. Dus wij zijn hier begonnen als flatwachters, omdat de buurt hier verloederd was. Hebben ze ons ingeroepen om de buurt een beetje proper te maken en leefbaar te maken. En wij zijn er op ingegaan, wij hebben ons vrijwillig aangemeld. Ja, ik ga dagelijks mijn ronde doen voor het zwerfvuil op te rapen. Dat is natuurlijk nog altijd nodig, want een flesje is gemakkelijk weggegooid. Dus daar raap ik op. Maar dat is natuurlijk al heel hard veranderd tegenover vroeger. Vroeger had ik zo'n volle zak op 1 dag. En nu, op 2 dagen tijd, dat is nog geen een halve zak. Dus het is veel, veel beter. Zie je dat? Dat is van 2 dagen. Hè? Amai. Dat hadden vroeger in 1 keer. Dat zit er heel zeker van. Meer. Dus dat ik een proppes vol. Want vroeger weer maar vanaf de terrassen naar beneden gesmeten en ja, het lag daar. Hè. De mensen die strooiden hun boterhammen uit van daarboven. En ja, de duiven kwamen dat in opeten. En dan ja. En dan liepen de ratten eerst s'avonds voor dat brood komen op te eten. Hè. Vroeger, hè. Maar nu is dat allemaal gedaan. Hè. De mensen zijn ook spontaner geworden nu dat ze echt met ons kennis gemaakt hebben. En wij met hun natuurlijk ook. We zijn een aanspreekpunt. De mensen spreken ons vlot aan. Ik ken bijna van mijn blok, zal ik zeggen, 80% tot 85% van de mensen. Daar meestal zijn de mensen ja, die het echt moeilijk hebben op alle gebieden. Hè. En die mensen hebben steun nodig. Niet meer zo zelf vroeger. Hier zak en hier vuil en ook veiligheid. Je voelt meer veiligheid dan vroeger. Omdat vroeger als je naar lift, je bent bang, iemand komt of zo, maar nu is altijd controle bij die gangen, bij die trappen, altijd controle bij ons. Dus heel veel veiliger dan vroeger.